Beste kijkers, op 13 augustus een Ajax slotstand van 569,95. En we zien op de realtime dagkaart dat het gepaard is gegaan met een hele kleine zwarte candle. Ik kan kort zijn in het commentaar. De ondertoon is en blijft nog wel positief, gelet op de rangen en standen bij de indicatoren. Maar de zwarte candle die duidt op een kleine adempauze. Eventjes een pas op de plaats en we gaan eens kijken of het gaat lukken om morgen door te stomen richting de 587 rode streep. Want dat is en blijft nog steeds het meest waarschijnlijke scenario. Zoals gezegd, die zwarte candle even een klein stapje terug. Het is duidelijk dat de koers niet meer onder de SMA mag zakken op 563. Want dan vervalt natuurlijk elke positief vooruitzicht, dat mogen duidelijk zijn. Even een pas op de plaats, we gaan eens kijken of de bulls morgen terugkomen met een witte candle, de swingteller een tandje hoger plaatsen en weer iets dichter in de buurt van de 587 kunnen komen. De DAX, een vergelijkbaar verhaal, ook hier een keurige uptrend situatie, de swingteller al een tandje verder en dichter bij de plus 9 situatie, namelijk plus 7. Rode streep in de buurt, een licht afbuigende RSI, dus hier zou al heel voorzichtig wat topvorming kunnen plaatsvinden. Morgen even aanzien of er een tweede zwarte candle bij komt en dat mag dan zeker aanleiding zijn om koopposities te gaan verkleinen, om vervolgens even een dip af te wachten en nieuwe koopkansen aangereikt te krijgen. Weinig tot geen animo vandaag op de DAX en het AIX speelveld. Het kan gebeuren. We gaan kijken of het morgen iets meer met zich meebrengt dan vandaag. Ik wens u een plezierige avond.